En ook de laatste dag begin ik mijn vlog lekker op het balkon. Ik weet niet waarom, maar ik vind het nu toch wel een leuk iets bij deze dagen die ik heb gehad hier in Praag. Dat ik gewoon begin hier lekker op het balkon. In de zon vandaag, gisteren was het wat kut weer, toen mies het zelfs. Nu is het een goede, wat is het, 25 graden of zo. Dus het is vandaag lekker weer, niet te warm, niet te koud vind ik persoonlijk. We gaan straks nog het centrum in. Willen we nog even echt een beetje gaan kijken voor een goedkoop souvenirshopje. Er was nog ergens een groot winkelcentrum waar we gisteren voorbij waren gelopen waar we naartoe willen gaan. En daarnaast gaan we vanavond nog even gezellig afsluiten met alweer uit etentje. En dan, ja, is dat eigenlijk een beetje de dagindeling. Dus dan weten jullie ook wat jullie kunnen verwachten. Laten we dus in ieder geval straks maar het centrum weer ingaan. Want voor mij zijn er nog talloze dingen die we niet hebben gezien. Maar ja, weet je, boeit ons niks. Wij lopen weer richting het metrostation. We zijn er weer buiten. We hebben hier straks een mooi uitzicht. Wat jullie gisteren volgens mij ook al hebben gezien in de vlog. Dit is best wel een leuk parkje waar we hier doorheen lopen. Zijn we gisteren ook langs gekomen. We gaan weer naar hetzelfde metrostation bij het grote winkelcentrum. Een beetje onze place to be of zoiets. Ik weet niet hoe je het kan noemen. Want het is echt gewoon al de vierde keer dat we er komen. We gaan nog wat pinnen. We gaan naar een winkelcentrum. Een muziekwinkel of zoiets. Wil Ramon naartoe. Dus ja. God, wat moet ik ook met jullie? Oh. Dit is zoveel anders dan het. Ja, dit is fucking speciaal. We gaan het in het. Ja, nee, we gaan niet met jullie doen. Doe het in Duits. Geben Sie Ihre PIN-Nummer und ein drückender Sie Enter. Laufende Schoenen. Duschend. Bestätigen. We halen nu kaartjes voor de metro, ja, dat wil ik even zeggen. Dat is alleen een opvulling voor deze vlog, oké? Okay? Dus we halen kaartjes. Wij lopen nu richting de muziekwinkel waar Ramon even wil kijken. We zijn hier weer vlak bij het plein. Achter mij zie je nu ook dat astronomisch uurwerk, als je goed oplet. Dat zien jullie waarschijnlijk echt wel. We gaan dus hier ergens een steegje in of zo, waar we nog niet zijn geweest. Dus het is weer een nieuw grondgebied. Voor mij zit er dan ook een seksmachine museum. Dus Giggity. Oké, nee. Het zit er wel. In ieder geval, we gaan nu dus naar die winkel. En daarna weten we het eigenlijk niet. Jullie mogen raden wat er net bijzonder was in dat laatste shot. Juist, ja, die fietsers. Echt, in heel Praag zijn eigenlijk zowat nergens fietsen te vinden. Ook geen fietsers. Dit is voor mij ook echt de eerste keer dat ik ze echt zie. En Koen had voor mij ook al een keer een paar gespot en Ramon. Dus ja, dat is echt gewoon best wel grappig. Als je bijvoorbeeld in Amsterdam loopt, je kijkt ergens en je ziet fietsen staan. En dat is natuurlijk niet een goede vergelijking, maar qua grote stad is het echt nergens fietsen. Je ziet meer segways dan fietsen. Dus echt gewoon, ja. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat we Nederlanders zijn en dat we dan toch gewend zijn aan al die fietsen. Zo was je gisteren in de grootste speelgoedwinkel waar je ooit bent geweest. En zo ben ik vandaag in de grootste muziekwinkel waar ik ooit ben geweest. Echt insane. Jullie hebben er wat beelden van gezien. Het is 3 verdiepingen. Eentje echt volledig met vinylplaten. Dus als je van vinylplaten houdt verzamelen, dan is dit echt gewoon een hemel voor je. Daarnaast is het echt gewoon alle soorten muziek die je eigenlijk kan bedenken, kan je vinden. Het is echt immens groot. Ik vind het best wel insane om te zien dat zoiets ook nog überhaupt kan bestaan. Dus ik vind het best wel vet. We gaan zo weg, want Ramon heeft zijn dingetjes gekocht die hij wou. Dat zien ze niet eens. In ieder geval, wij gaan nu, geen idee, nog naar een winkelcentrum is voor mij een bedoeling en daarna uit eten. We hebben net echt bij het beste restaurant ooit gezeten. Echt, we hebben zo lekker daar gegeten. Even een hamburger. Jullie kunnen het waarschijnlijk al raden. Het is een McDonald's. Hey, heerlijk. Was zo lekker. Hoogstaande kwaliteiten. We gaan nu dit winkelcentrum even in. Het Serna Ruse. En dan gaan we daar even kijken of er misschien souveniertjes en misschien nog wat anders. Dus we vermaken ons nog wel.
Suteren. 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 Het winkelcentrum waar we net waren was echt een heel exclusief, of heel, het was redelijk exclusief winkelcentrum met best wel dure winkels. Nu zijn we in een ander winkelcentrum, dus we zijn echt gewoon shopfanaat opeens, ook al hou ik helemaal niet van shoppen. We lopen nu ook echt random weer zo'n winkel in, die we ook eigenlijk in Nederland hebben, maar ja, omdat in Praag zijn, gaan we in Praag naartoe, want in Praag is het allemaal net iets goedkoper. Dus ja, we gaan hier showen of zo. Ik heb geen idee. Nou, ik heb mijn winkelcentrumavontuur ook alweer gehad met mijn vrienden. Het is nu dat wij nog even gaan lopen. Het enige wat we nog eigenlijk willen is een souvenirwinkeltje. En dan moet je eigenlijk een beetje net iets buiten het centrum gaan zitten. Wil je net iets goedkopen, maar dat maakt ons eigenlijk niet heel veel uit. We gaan kijken of we iets kunnen vinden. Daarna gaan we uit eten. Wat jullie trouwens ook al weten. Ik heb het zo vaak gezegd. En ik zie daar een hond. Een mazlietkoe. We denken echt van Melvin, wat zeg je? Maar dat is gewoon een poster. Een mazlietkoe. En hier links is een concertgebouw ofzo, wat er best wel mooi uitziet. Ik zei letterlijk net nog tegen jullie dat ik een beetje klaar ben met de winkelcentrums. Dat we er eigenlijk allemaal een beetje klaar mee zijn, dat dacht ik. Toen liepen we naar een winkelcentrum toe. En nu zijn we weer dus in een winkelcentrum. Yeah, dat is echt heel leuk. En volgens mij is dit alweer, deze is een stuk groot. Holy fucking damn. Moet je zien. Het is inderdaad nu zo dat we hier misschien 10 minuten binnen zijn geweest en dat we nu alweer naar buiten lopen. Maar we zijn wel dus ook in het grootste winkelcentrum, dat zegt Luc tenminste, van Praag geweest. En ik geloof het ook wel, want de andere twee waren eigenlijk niks vergeleken met dit. En Koen die denkt grappig te zijn op de achtergrond. Dankjewel Koen. Maar even serieus, dit is echt... Deze is echt heel groot. Nu ben ik al in de grootste muziekwinkel, grootste... speelgoedwinkel en grootste winkelcentrum waar ik eigenlijk ooit ben geweest. Dat gaat wel snel zo met de grootste dingen. Ik heb ook al de grootste piemel van allemaal, dus het is wel, het klopt ook allemaal wel. We zijn net in een souvenirwinkel geweest, geen idee of het goedkoper was. Het was gewoon eentje aan het begin van een straat en we dachten van, hey, ziet er groot uit. En weet je wat nou eigenlijk een beetje bij Praag is? Bij Praag heb je nou niet echt iets wat typisch Praags is en waarvan je dan zeker weet van, hey, dat kan je meenemen en dat koop je dan. Dus ik heb serieus een bieropener gekocht. Ik wist eigenlijk niks anders. En die bieropener die doe ik gewoon aan de sleutels en dan als het ooit een keer nodig is, heb ik een bieropener van Praag. En als je dan die bieropener ziet, dan denk je eigenlijk gelijk terug aan Praag. En dat is ook denk ik waarvoor mensen souvenirs kopen, dat het gewoon, je ziet het en je denkt terug aan die oh zo leuke vakantie. Dus ik heb dat gekocht en voor de rest wou ik nog iets anders kopen, maar daar twijfelde ik over en toch maar niet gedaan, omdat het van glas was. En als je met de koffers en in het vliegtuig maak je sowieso geen glas mee. Dan moet je het in je ruimbagage doen en dan is het net allemaal vallen en zo. Ik vertrouw dat gewoon niet. Straks gaat het kapot en dat zou ik zonde vinden voor die 10 euro. Dus ja, we lopen nu in ieder geval richting het restaurant. Wij hebben net lekker gegeten bij een restaurantje. We staan nu weer bij een metrostation waar we volgens mij gisteren of eergisteren waren opgestapt. Ik weet niet zeker, dat gaan we vanzelf zo wel zien. We gaan in ieder geval hier dus met de metro. Dan gaan we weer terug naar dat ene winkelcentrum, onze place to be. En dan gaan wij daar naar de supermarkt, naar huis. En dan gaan wij vanavond nog volgens mij weg. En hier achter mij, ik weet niet wat het is. Het is een of andere oude muur of zo. Ik heb geen idee.
Het staat hier ook gewoon vet random in een metrostation of zo. Ik weet niet, what the fuck. Er zat ook geen uitleg bij van kijk, dit is dit. Dit is gewoon onder de grond. En wij zijn weer terug in het prachtige winkelcentrum voor de vijfde keer, want ik tel heen en weer, tel ik als twee keer om het zo maar te zeggen. We gaan nu naar de supermarkt, of zes keer ook goed. Nou ja, de tiende keer, oké. Okay. Nou, 300 keer zijn we er al geweest. We gaan nu nog even een supermarktje in en dan gaan we naar huis. Maar ik ga hier al zeggen dat ik de vlog ga beëindigen. Morgen gaan we terug naar huis met vliegtuig. Om 12:55 gaan wij vliegen. En dan zijn wij binnen een uur, anderhalf uur zijn we weer in Nederland. Het is echt een hele korte vlucht, dus dat is best wel chill. En dan is het alweer einde van deze vloggenreeks. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, Praag met mij. Het is voor mij nog steeds een beetje nieuw het vloggen, maar ik vind het op zich best wel leuk. En het is voor mij ook gewoon een beetje wat anders. Dus druk hierop. Waarschijnlijk komt hierna nog iets van dat ik naar huis ga. En dan is het ook gelijk de allerlaatste vlog. Dus thank you very much for watching. En dat zeg ik ook nooit. Druk een blauw duimpje omhoog. En laat weten of ik meer moet vloggen. Doei doei. Zoals ik gisteravond nog zei, zal ik misschien een stukje achter deze vlog plakken. En dat is dus hier, want wij gaan nu richting het vliegveld. Onze Uber die komt eraan, alleen er zit daar een wegblokkering. En daar hebben we voor mij echt al drie Ubers, hebben er al last van gehad dat ze daar niet langs konden. En dat zaten ze heel moeilijk te doen. Alleen dat je dat hoort. Maar hij deed muziek aan van, ik weet niet eens van wie, maar dat is echt kut muziek. Maar we staan dus nu te wachten. We gaan richting het vliegveld. We staan mooi op tijd. En het vage was hier trouwens dat in ons appartement geen bezem zat. En dus we hebben gewoon het eigenlijk niet een beetje kunnen aanvegen ofzo. En je gaat nog niet met de handen op de knieën en, of op je knieën en dan met je handen het schoonmaken. Dus het is gewoon echt één grote vuilstort. Om het zo maar te zeggen. Oké, dat is ook niet waar. Maar we gaan. Ik hoop dat die Skoda ding auto er zo komt. Wij zijn op dit moment in het vliegveld, of op het vliegveld. We lopen nu naar terminal 2. We dachten terminal 1 was gewoon een wild gokje. Maar achteraf kwamen we ook eruit bij terminal 2. Dus ja, is het ook wel logisch als je dan weer met terminal 2 gaat vliegen. Dus we lopen nu richting terminal 2. En dan hopen dat ons vliegtuig daar gaat. We hadden al een kleine vertraging van een kwartiertje stond er. Dus ja, ik hoop niet dat het langer wordt. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. Oké, we zijn door de douane heen. We hebben nog een ruim een uur, om het zo maar te zeggen. Dat er, ja, eigenlijk is gewoon ruim een uur. Voordat wij moeten vliegen. En we hebben dus nu nog een half uur voordat de gate sluit. Dat is dus heel chill. We gaan nu nog even wat drinken al. En ze willen nu echt gewoon iets doen. Ja, ik wist ook gewoon. Ze gaan allemaal dabben. Het ging helemaal fout. Nou, maar we gaan nu even wat drinken. En dan is het alweer bijna dag Praag. Is echt snel gegaan. En wij gaan nu het vliegtuig in, yes.
En wij zijn veilig aangekomen in Nederland op Schiphol. We lopen nu richting de bagageclaim. Dan gaan we daarna gaan we met de auto. Of nee, gaan we met de trein eerst en dan gaan we met de auto. Ik vond het een hele leuke vakantie. Ik heb er oprecht van genoten. Eigenlijk vond ik het fucking kut. Maar omdat ze voor me lopen, zeg ik het maar eerlijk. Want anders word ik hier in elkaar geslagen. Nou, die vrouw die is irritant. Dankjewel. Oké, die vrouw is irritant. FWVV. Wat moet je er ook mee, hè? Oké, in ieder geval, ik bedank jullie allemaal voor, heel erg voor het kijken, voor alle duimpjes omhoog op al mijn vlogs van Praag. En gewoon dat jullie überhaupt hebben gekeken, ik waardeer het heel erg. Bedankt daarvoor. Laat weten of ik meer moet vloggen, want ik heb dat gisteren ook allemaal gezegd, maar dit is gewoon erachteraan geplakt. En dan zeg ik nu, doei doei. Ja, hij doet het niet. Ik dacht, ik ga snel lopen, maar het werkt niet. Maar bedankt voor het kijken en tot ziens mensen.